Het Korps Brandweer Suriname heeft vanmorgen een trainingssimulatie voor de officiers van diensten gehouden in de omgeving van Fernandes Bakkerij aan de Kernkampweg. De simulatie was in samenwerking met instructeurs van Brandweer Haaglanden in Zoetermeer, Nederland. Brandweerwoordvoerder Ulrich Coats geeft aan dat de samenwerking tussen de twee brandweerkorpsen al een aantal jaar bestaat. En dat houdt in dat er een uitwisseling is van personeel van hier en zowel van Nederland naar hier toe. En we moeten denken aan oriëntatiestages, maar ook het verzorgen van trainingen zoals hier het geval is nu. Het gaat om kwaliteitsverbreding, inzicht, kennisvergaring en het moet allemaal de brandweerzorg ten goede komen. Het is geen samenwerking met Fernandes, het is in de nabijheid van Fernandes als strategisch gebouw. Mocht er wat gebeuren, dan weten wij dat Fernandes ook een bedrijfshulpverlening heeft en dat maakt eigenlijk de brandweerzorg dus beheersbaarder. Duncan van der Laar, instructeur Brandweer Haaglanden, geeft aan dat er een casus is uitgeschreven met als simulatie het uitbreken van brand bij Fernandes Bakkerij om te zien hoe de Surinaamse brandweer te werk gaat. Ja, we zijn begonnen maandag met een stukje theorie. Terugkijken naar andere zaken, daar hebben we een enquête gemaakt. Dus daar hebben we stukjes van de stad hebben we nagebouwd in het klein. En daar zijn we mee begonnen, daar zo zijn we gaan oefenen. Hebben we structuur aangebracht voor de officier van dienst om in zijn hoofd een plan te kunnen maken als hij naar het incident rijdt. En dat gaan we nu in de praktijk oefenen. We zijn nu een aantal jaren met de Brandweer Haagland en de KBS aan het samenwerken. En dat resulteert in echt hele mooie product. En dat is niet alleen voor de officieren, want ook voor vakbekwaamheid en voor preventie wordt er samengewerkt, wordt er samen getraind en samen gekeken. En dat geeft hele mooie resultaten voor zowel ons, want wij leren ook weer ontzettend veel. En de collega's van KBS die leren ook weer een heleboel, dus dat is hartstikke mooi.